We staan hier voor de kapel van de Kolwijk. Vandaag wordt een jubileumviering gehouden ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de kapel hier. Langzaam lopen de mensen binnen. Het is prachtig weer. De bisschop is er, dus het komt helemaal goed vandaag. We zijn natuurlijk zeer vereerd dat de bisschop, monsieur Gerard de Korte, komt voor de Heilige Mis. Ter gelegenheid van Sint Annefeest dan worden de versierselen omgehangen. En dat zijn inderdaad de sieraden die ooit geschonken zijn aan de kapel ter ere van moeder Anna. En die worden met het Sint Annefeest altijd versierd opgehangen aan moeder Anna, klopt. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede voor u. Goedemorgen, ik heet u welkom namens de Stichting Vrienden van Sint Annakapel te Kolwijk. Ik ben Paul Gastmuller, voorzitter van deze stichting. Het doel van deze stichting is om het in stand houden van deze mooie kapel en die te behouden voor onze gemeenschap en dat in de breedste zin van het woord. En ik denk dat de Sint Anna-viering daar een mooi voorbeeld van is. Welkom aan monsieur bisschop Gerard de Korte, pastoor Jacques Rubbe, pastoor Peter Raaphorst en diaken René Lamers. Dank u dat u met zulke grote getalen nog hier bent. Dit jaar is een bijzonder jaar, omdat deze kapel waar u naast zit 500 jaar bestaat. Deze kapel is in 1524 gesticht aan den Koelenbeek en dat is later verbasterd naar Kolwijk. Maar die Koelenbeek heeft hier de afgelopen maanden ook nog behoorlijk gestroomd. Beste broeders en zusters, het is mij genoeg om in uw midden te zijn, om met zoveel katholieken en misschien ook wel andere christenen deze viering met u te vieren. 500 jaar deze kapel en we willen stilstaan, ook in de verkondiging, de preek na het evangelie, wat het betekent. Joachim en Anna, we hebben het eigenlijk afgelopen vrijdag al gevierd, liturgisch gezien, maar nu nog een keer hier, de heilige Anna, de grootmoeder van Jezus en de moeder van Maria. En wat dat betekent, familie zijn, generaties die elkaar steunen, daar wil ik met u in de preek nog wat over nadenken. Maar we beginnen zoals gebruikelijk, beginnen met een moment van ontmoediging en onze schuldbeleiden. Broeders en zusters beleiden we, God roept ons op om met hem te verzoenen en te zorgen dat wij zijn genade niet vergeefs ontvangen. Ik belijd voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, more voluntatis, adoramus te, glorificamus te. Amen.
Laat ons bidden. Heer God van onze vaderen, u hebt aan de heilige Anna en Joachim de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van uw mens geworden zoon. Schenk ons op voorspraak van hen beiden het heil dat u uw volk hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Beste broeders en zusters, u weet waarschijnlijk dat heel veel mensen het heel leuk vinden om met hun stamboom bezig te zijn. Om te kijken hoe ver je terugkomt als het gaat om de generaties voor ons. Als je de korte heet, heeft het niet zoveel zin. En als je de groot heet, waarschijnlijk ook niet. Maar als je wat bijzondere naam hebt, dan kun je vaak heel end terugkomen en heel veel generaties voor je ontdekken. En eigenlijk, als wij stilstaan bij die generaties en je gaat kijken naar bijvoorbeeld naar opa en oma en naar vader en moeder, dan zie je hoe belangrijk ze zijn voor jouw eigen leven. De ouders en van onze grootouders, van de generaties die voor ons zijn geweest, hun karakter, hun opvattingen, hun visie op politiek en godsdienst, we hebben het van hen gekregen. En we mogen het ook weer doorgeven. Als u driftig bent, liever niet, maar als u zachtmoedig bent, liever wel. U snapt wat ik bedoel. En zo kunnen wij, denk ik, vandaag hier feest vieren, Eucharistie vieren, het verbond dat God in Christus met ons gesloten heeft, present staan, zijn woord beluisteren en hem zo dadelijk ontmoeten in de communie. Zo dicht wil God in Christus bij ons zijn, dat we zo vandaag 500 jaar Anna Kapel hier in Herpen mogen vieren. We vragen het op voorspraak van de heilige Joachim en Anna. We vragen het op voorspraak van Maria, de moeder van de Heer. We vragen het door Jezus Christus, onze Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Credo in unum Deo. Pater omnipotenter, factorem celi et terrae, genitrum factum, consubstantia mem patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, veceni deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
blijf dit doen om mij te gedenken. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Wisten we, soms vergeten we dat. En daarom hebben we een speciale familie, en dat is de familie van Jezus. En dit is het huis, de kapel van de oma van Jezus. Hebben jullie een oma? Ja, oma, het is heel fijn als je oma, hou je van je oma. Is lief, hè? Ja. En oma houdt ook heel veel van jou. En oma houdt ook veel van papa of mama. En hier kan je zien, is oma Anna. Samen met Maria, dat is, Maria kennen jullie wel een beetje van. Wie wil er wat vertellen? Kom maar. Kom je er zo bij? Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben met alle kinderen die hier vandaag zijn, hebben wij twee grote mozaïekwerken gemaakt. Eentje, daar zijn we nog mee bezig, maar de andere hebben we vast meegenomen. Ja. Komen we even laten zien. En hebben jullie daar ook een bedoeling mee? Dit is van dat kapelletje 50 jaar al 500 jaar al bestaat. Zo. En misschien willen jullie dat wel iemand geven, of niet? Ja. Weet jullie wie? Ja. Nou, dan gaan we maar naartoe. Nou, dit hoor. Ja. Ontzettend mooi. Ja, en twijfel. Ontzettend leuk. Dank. Jullie hebben het super gedaan, dank jullie wel. Ja, we houden van verrassingen. Ja. En hele creatieve kinderen, om dat binnen een uur zo in elkaar te... Hoe zeg je dat? Vreubelen, zeiden we vroeger. In elkaar te vreubelen. Ziet er mooi uit. En ik denk dat ik misschien hier wel een plekje kan krijgen trouwens hier in de kapel. Dat lijkt me heel mooi. Volgens mij kunnen we het in de kapel beter gebruiken dan ik in Den Bosch. Denk ik. Allereerst heel veel dank voor iedereen die zich vandaag en de afgelopen tijd zo enorm heeft ingezet. Want het is vandaag een echt feest. Een feest van 500 jaar Annekapel bij de Koelebeek. Maar het is iets bijzonders om zo samen met een hele grote groep van enthousiaste mensen ieder jaar weer, ik zou bijna zeggen dit jaar voor de 500ste keer, iets bijzonders te organiseren waarin iedereen welkom is van de hele parochiegemeenschap. Daar mogen we met recht trots op zijn en mogen we met recht een applaus geven aan voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. Maar
Er zijn mensen, en het koor ben ik natuurlijk niet vergeten, want die hebben zich ook ingezet. Dat doen ze elk jaar, met verven. Maar er zijn mensen die springen met kop en schouders bovenuit. En daarom mag ik Sidney van den Berg, de wethouder, uitnodigen om zijn woord te doen met het oog op iets bijzonders. Beste mensen, wat een prachtig mooie zondagmorgen. En wat een geweldig mooie viering hebben we gehad. Ik heb de angstketen omgedaan, want er is een bijzonder moment te vieren met elkaar. En daarom wil ik graag de heer en mevrouw Bens hier vooraan op het bankje uitnodigen. Al vele jaren, en dan draai ik me toch een beetje om, mijn beste mensen. Al vele jaren bent u beide betrokken bij de Sint-Anna-kapel. Zo werd op 29 juli 1991 het kosterschap overgedragen, maar daarvoor was meneer Bens al actief als kapelmeester. En als ik goed ben geïnformeerd, zorgt u, mevrouw Bens, zo'n beetje voor alles wat er binnen in de kapel moest gebeuren. En u, meneer Bens, zorgt voor allerlei zaken die buiten de kapel moeten gebeuren. Zo helpt mevrouw Bens al jarenlang mee om alles klaar te zetten voor als er een huwelijk wordt gesloten, als er een kindje wordt gedoopt, maar ook voor de wekelijkse eucharistieviering. En daarna bent u, meneer Bens, degene die het voortouw neemt om de omgeving schoon en netjes te houden. Samen met buurtgenoten wordt het gezond gemaakt, de bladeren opgeruimd en daar waar nodig de hek geknipt. En u bent actief geweest als vicevoorzitter en bestuurslid van het kapelbestuur Sint-Anna. Elk jaar wordt er rond 26 juli, zoals vandaag, het feest van Sint-Anna gevierd. Zo ook dus vandaag. U hebt het beide dan erg druk om alles te regelen. U bent betrokken bij die feestpredikatie gaat houden. En we zijn er verheugd dat bisschop De Korte hier vandaag aanwezig wilde zijn ter ere van het 500-jarig bestaan van deze unieke kapel. Beste meneer en mevrouw Bens, het Osje van Verdiensten is een van de officiële onderscheidingen van de gemeente Os. Het is bedoeld om de inzet van personen voor de Osse gemeenschap te waarderen. En we hebben in deze tijd vrijwilligers heel hard nodig om onze gemeenschap een goede en bloeiende gemeenschap te laten zijn. In het Osje staat geschreven de woorden luid en blij. En die woorden zeggen genoeg over uw inzet voor de kapel. Maar ook over uw inzet op andere terreinen waarmee u mensen blij maakt. De gemeente is ook blij met mensen zoals u. Ik wil u dan ook bedanken voor uw inzet. En om onze waardering uit te spreken, wil ik u graag het Osje van Verdiensten overhandigen. Beste broers en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze feestelijke Augustieviering bij gelegenheid van 500 jaar Sint-Anna-kapel. Ik vraag de zegen van de goede God voor uzelf, voor al uw dierbaren, voor de prochie, voor heel het bisdom van 's-Hertogenbosch. De Heer zij met u. De naam van de Heer zij gezegend. Nu of tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegenen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Wij danken God.